toen was het ineens tijd voor stap 4, vertelde Annette mij. En aan de ene kant vind ik dat leuk, want ik mag dus weer een boterham met kaas of meer kaas of iets dergelijks. En aan de andere kant vind ik dat, net als bij iedere stap, ook wel weer heel erg eng. Want zal ik wel blijven afvallen? Het is weer woensdag en ik ben op weg naar Annette. En hoewel ik het erg lekker vind om weer brood of beschuit of crackers te eten, merk ik dat ik het heel lastig vind om niet te smokkelen. Goedemorgen, zijn we weer. Ja, hoe ging het deze week? Ik voel het moeilijk. Ja? Ja. Eerste week is stap 4 natuurlijk. Ja. En ik vind het heel lekker om weer iets te kunnen eten, dus beschuit of brood of crackers. Maar ik merk dat ik eigenlijk meer trek heb dan daarvoor. Ja, en komt dat doordat je nu naar die stap 4 bent, doordat je een eetmoment mist? Of komt het doordat je, kan het ook zijn dat je nu wat koolhydraten binnenkrijgt en dan gaat je lichaam toch weer wat meer vragen? Ja, nou dus is dat hier of zit het... Ja, dat weet ik niet zo goed. Nee. Dat vind ik heel lastig. Want je mist nu dus nog een eetmoment? Nou ja, als... Ja, eigenlijk wel. Hoe deel je het in nu? 'S ochtends een halve shake. Ja. Om 10:30 een halve reep. Ja. Dus dan heb ik één maaltijdvervanger. Ja. Tussen de middag fruit met yoghurt. Om 3:15 een halve shake of reep. Aan het einde van de middag, nou dan die crackers of wat dan ook met kaas. Nou ja, dan mijn avondeten en dan 's avonds nog een halve reep. Eerst mijn fruit tussendoor. En ja, dat ja. heb ik nu als maaltijd. En als je nu je fruit niet bij je, als je nou in plaats van je yoghurt met je fruit, dan die crackers neemt. Ja. En dan je yoghurt in de namiddag. Ja. En dan tussendoor het fruit nog neemt. Nou, netjes hoor, je bent gevallen. Oh, echt waar? Ja. Ja. Oh, nou goed, hè? Goed teken.